Wij zijn vandaag in Koerso in Den Haag, omdat hier de Winnaardans 2016 aan het repeteren is voor zijn grote optreden volgende week, Kadans. Hij heet Creepashu en ik ben heel benieuwd hoe het hier allemaal binnen aan toe gaat. Dus laten we gaan kijken. Ik sta hier naast Creepashu of a.k.a. Jeffrey. De winnaar Dans 2016. Ja, je bent nu druk bezig. Waar ben je mee bezig nu? Of? Ik ben vooral bezig met mezelf aan het promoten in de theaterwereld en alles eromheen. En probeer zoveel mogelijk promotie voor mezelf te maken op social media, bij optredens en hopen dat er iemand in het publiek zit bijvoorbeeld dan een grote kans voor mij heeft en dat eventueel aan mij wil geven ofzo. Daar zit ik dan vooral op te hopen en naartoe te werken. Er zijn heel veel belangrijke dingen inhoudelijk in dans. Dus waar zet ik de kracht in, waar laat ik ontspanning zien van mijn lichaam. Maar voor mij gaat het vooral om wat het niet met mij doet, maar ook met het publiek. Geeft het publiek kippenvel? Heeft het de focus op? Blijven ze erbij? Worden ze niet afgeleid, snap je? En daar focus ik me echt op. En dat vind ik belangrijk, dat mensen ook gewoon voor mijn gevoel, als ze naar mij kijken, eind van mijn voorstelling zoiets hebben van pff, en dan een kippenvel krijgen. Daar streef ik naar eigenlijk als een danser. Ik zou het een ontzettende eer om mensen te mogen begeleiden en coachen in zo'n traject. Dus I'm happy. Heb je echt gezien dat hij vooruit gegaan is? Ja, zeker. Ik heb hem niet zo heel vaak gezien. Maar ik denk in die korte periode heb ik al zeer zeker een aantal ontwikkelingen gezien. Die zijn zo verfijnd en zo klein. Maar daar zie ik toch een progressie in. Dat is altijd mooi. Kadans is een tweejaarlijks dansfestival en in het festival programmeer ik producties van nieuwe talenten op het gebied van dans, dus jonge makers. En Kadans is echt de plek om ontdekt te worden. Nou, ik hoor muziek en volgens mij zijn ze bezig, dus let's check it out. Jeffrey is natuurlijk nog heel erg jong, hè? Dus wel zeker een van de jongste makers uit het festival. Natuurlijk via de kunstwende, dus ik heb ook zijn solo gezien. En hij is echt een talent. En de solo is ook heel erg origineel. Hij heeft echt ook iets van zichzelf aan toegevoegd, dat vind ik heel bijzonder. Ja, ik wilde vragen, het is een beetje een gekke vraag, maar heb jij een dance move die jij mij kan leren en dan ga ik hem oefenen en dan hoop ik dat ik hem volgende week kan? Jawel. Ja? Je hebt hier je arm. En dan heb je 5, 6, 7, 8. Hey. Ja, dat gaat bijna automatisch. Ja, ja. Oké, maar ik ga oefenen. Heel cool. Ja, dit was de repetitiedag alweer. Maar kom vooral kijken naar Jeffrey. Hij treedt volgende week op. Kijk even op de site voor de precieze data. En nou, dan zien we je later. Ik ga nog even oefenen. Of mijn move.